Nou, uh, kijken we naar volgend jaar, Willemien. Uh, de plannen voor het buitengebied, uh, waar ga je daar extra aandacht aan geven? Ja, een van de allerbelangrijkste uh, vragen is uh, de ja, zeg maar, de claims op grond of de strijd om de ruimte. Ja. Uh, een van de belangrijkste opgaven die, denk ik, uh, de lokale politiek te doen staat, maar ook landelijk, is nadenken. Wat voor land laten wij achter aan onze kinderen en kleinkinderen? Mm -hmm. En hebben wij ook nog een mooi uh, buitengebied en een mooi natuurgebied wat we over kunnen dragen? Of hebben we alles volgebouwd? Tot steeds kleiner. En uh, dat nadenken over die ruimte, dat is uh, ook ingegeven door de komende omgevingswet, die per 1 ja. januari 2021 uh, van kracht wordt. En we zijn al een aantal jaren in uh, Ede bezig met die omgevingswet. Uh, en dat nadenken over die claims op de ruimte. En ook daarbij zie je dat er in de politiek, in het democratisch bestel wat we hebben, verschillend over gedacht wordt. Ja. En daar willen we de komende jaar in 2020 nog heel veel tijd voor nemen om met onze inwoners en onze politiek uh, te discussiëren over waar we naartoe moeten gaan in Ede met de ruimte. En um, dat is een heel erg belangrijk en ook, uh, vind ik, verantwoordelijke uh, proces waar we met elkaar instappen. Nou, zijn uh, een van de dingen die in jouw portefeuille zitten zijn natuurlijk de bedrijventerreinen. Ja, en uh, die willen natuurlijk ook groeien. Ja, en uh, de uh, kunst is ook: uh, we zijn uh, aan het nadenken over een uh, zeer circulair bedrijfterrein, waarbij we eigenlijk nadenken hoe we uh, reststromen, uh, afvalverwerkers uh, weer opnieuw uh, productie kunnen laten maken van de afval. Uh, je had net een leuk verhaaltje over hoe jullie met tweedehands uh, spulletjes omgaan. En uiteindelijk uh, is dat ook de toekomst dat we uh, nou, zeg maar zuinig uh, kunnen doen en onze producten die er al in omloop zijn, slimmer kunnen gebruiken. Dus de vraag is niet meer per se altijd in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. En dat is ook uh, de nieuwe economie, de circulaire economie waar we naartoe gaan. En daar willen we ook onze bedrijftrein op inrichten. Ook uh, uh, ondernemers stimuleren om na te denken over klimaatneutraliteit en natuurinclusiviteit en mm -hmm. circulariteit. Het zijn uh, uh, grote topics voor het volgend jaar. En uh, ik wens je daar heel veel succes mee, natuurlijk. Dankjewel.